Naast mij Roeland ten Berge. Roeland, ik heb 2 weken lang DVS moeten missen. Ja, het is vreselijk om in deze tijd natuurlijk op vakantie te gaan, maar het is soms ook wel heel erg lekker. Maar 2 wedstrijden, 4 punten. Je mag niet ontevreden zijn wat het punten totaal betreft. Ik ben zeker niet ontevreden, nee. Nee, vorige week 0-0. Heel blij mee. Het was een kapitale pot, hè? Ja, maar hard gewerkt met die groep en ze hadden het goed staan met elkaar. Dus ik denk ook wel terechte punten vorige week en afgelopen zaterdag 3 punten tegen een ploeg die eigenlijk gewoon heel compact probeert te spelen. En in een degradatiegevaar is. Dus ik denk dat er niet zo heel veel ploegen daar gewoon even 3 punten weg gaan halen, hoor. Dus ik al met al, kijk, we hebben misschien geen grootste wedstrijd gespeeld. Maar al met al, het gaat even om de punten in deze fase. En ik denk dat het toch een hele knappe prestatie is. Had je daar zomaar in de rust, bracht je het achteraf het goudhaantje even naar binnen? Ja, zo zou ik het kunnen noemen, ja. Maar kijk, Chris die kan natuurlijk wel zorgen voor heel veel druk naar voren natuurlijk al. Maar door zijn werklust, hij is, door de lucht is hij heel gevaarlijk. Kan goed koppen dus en brengt ook gewoon heel veel beleving in het team. En ja, wij wisten ook dat hun wat kwetsbaar zouden zijn achterin door de lucht. Dus we hadden ook zeker wel in gedachten om, mochten we er niet doorkomen, om dan wat meer ballen vanaf de zijkant erin te brengen. En dan wat betere koppers voorin in te brengen. Maar uiteindelijk, ik denk eigenlijk net in die fase dat we het een beetje wouden omgooien, maakte Chris dus al de 1-1. En toen zijn we eigenlijk gewoon op dezelfde manier doorgegaan en is het toch weer heel knap van de groep, vind ik, dat ze toch weer in staat zijn om dan ook de 2-1 te maken. Ja, precies, want win je die pot niet, stel je verliest hem, dan komt alles weer dichterbij omdat Stedeco ook gewonnen heeft. Maar daar zijn jullie helemaal niet mee bezig, met die onderste plekken. Je legt, en waarschijnlijk de spelers ook, de lat hoog. Tweede divisie heb je gewoon in je hoofd, Roeland, denk ik. Nou ja, kijk, ik denk niet dat we de lat bewust hoog leggen. Maar we hebben wel uitgesproken dat we ambitieus zijn met elkaar. Kijk, en we wisten wel natuurlijk dat dit wel cruciaal zou zijn. Hè, want je hebt een moeilijke fase gehad. En dan moet je nu weer wedstrijden gaan winnen om weer aansluiting te vinden. Had je hem verloren, dan was het gat al 6 punten geweest. Ja, dan had je eigenlijk niet direct meer daarnaar kunnen kijken. Hè, dan moet je eerst weer een heel gat overbruggen. Nou, we wisten ook gewoon nu van, ga je winnen, dan is het gat in één keer 10 punten met de onderste. Ja, en dan moet het heel raar gaan lopen, wil je dat nog uit handen gaan geven? Nou, dat gaan wij zeker niet doen, want wij gaan nou absoluut nog wedstrijden winnen. Dus dat betekent eigenlijk gewoon dat we nu misschien wel heel erg ambitieus met plaats 7 echt ook bezig mogen gaan. En dat moet misschien wel mogelijk zijn met de 3 komende tegenstanders. ONS Sneek, IJsselmeervogels en GVVV. Dat worden wel cruciale potten. Ja, cruciaal vooral. Want het zijn natuurlijk geen makkelijke wedstrijden. Nee, maar kijk, afgelopen zaterdag heb ik zelf ook wel even... ik zat na de wedstrijd ook wel even tegen een aantal journalisten van... we hebben geen grootste wedstrijd gespeeld, we hebben niet best gespeeld. Onderling merkte het in de groep ook wel een beetje dat het geen beste wedstrijd was. Maar ga er maar eens aan staan weer. Achteraf denk ik ook weer van het moet wel gebeuren. Je moet weer 3 punten halen. En je werkt met z'n allen keihard voor stafspelers. We proberen alles weer fit te houden en iedere keer maar weer goed door te komen. Ja, en dan lukt het toch gewoon weer om een beetje meer op karakter dan 3 punten te pakken. En dat je dan zo'n gat slaat weer naar de onderste in deze fase van de competitie. Ja, dat vind ik toch ook wel een heel groot compliment. Ik zou je vertellen dat ik in mijn villa in Curaçao voor het eerst weer een sprongetje heb gemaakt met mijn nieuwe knie. Het ging bijna mis bij die 2-1 van Ali Akla. Want ja, ook op Curaçao kun je Veluwe FM beluisteren en Twitters natuurlijk en zo. Dus spannend. Ja, maar ik denk dat er ook wel mensen op de tribune hadden gezeten die zich misschien een beetje geërgerd hebben aan het vertoonde spel. En misschien leek het ook af en toe een beetje op de inzet. Maar ja, ik kan je vertellen, dat het zijn gewoon echt geen makkelijke wedstrijden. Desalniettemin is het nog knapper, denk ik, de prestatie die ze daar hebben neergezet. En helemaal de uitgangspositie waarin je jezelf hebt neergezet. Dat is natuurlijk nou uitstekend. En laten we niet vergeten dat we zaterdag ook gewoon 8e finale beker spelen nog. Dus ja, je zit 9 wedstrijden voor het einde en je speelt nog om promotie en je speelt nog voor de beker. Dat is toch fantastisch.
Ik weet dat je ambitieus bent, ook op bekerniveau. En dat zal zaterdag tegen AZSV op dat heerlijke grasveld daar niet makkelijk zijn. Met jongens als Potthast, Van der Eerde. Ik heb die linksbuiten heb ik ook nog tegen VVOG zien spelen. Hele handige donder. Ja, dat is een goede ploeg gewoon. Volgens mij roep ik dat al jaren. Ook dat zij toen onderin wat bungelden. Maar er zitten gewoon heel veel talentvolle spelers die of bij de Graafschap of bij Twente hebben gezeten. En, dus er zit gewoon wel heel veel kwaliteit. Een goede trainer, stabiel. Heeft denk ik de boel goed opgebouwd daar. Het is gewoon een goed team en de omstandigheden daar, dat kennen we allemaal. Dat zal in ieder geval zwaar zijn. Maar ja, het is beker, dus we moeten knallen, we moeten door. Dus een mooie uitdaging weer en we willen winnen. Je gaat hem dus heel serieus tegemoet. Ja, je kent me toch. Precies, ja. Kuifel, die speelt zijn schorsing dan weg. Ja, misschien ook wel een voordeel van een beker. Tuurlijk, ik vind niet dat... Je moet het daar niet op spelen, maar in dit geval komt het even goed uit. We wensen je er heel veel succes mee, Roland. Dank je wel. Oké. Eindelijk, na een lang seizoen van heel veel pech, naast mij voor DVS-TV, Christian van der Kamp. Christian, welkom voor DVS-TV. Dankjewel. Christian, dat moet je toch wel vreselijk goed hebben gedaan. Allereerst trouwens, namens DVS-TV ook en namens mezelf van harte gefeliciteerd met je eerste doelpuntje weer. Ja, dat was inderdaad was even geleden. Ja, gewoon ook veel pech gehad dit seizoen. En... Nou ja, nu is hij er eindelijk gekomen. Ja, hij is eindelijk gekomen. Je ziet de glimlach bij je komen. En denkend aan dat doelpunt, ook typisch Van der Kamp doelpuntje. Ja, ik stond er toevallig, hè. En een kopballetje, dat vaak zijn het kopballetjes, ja. Dat klopt. En de voorzet was ook een kopbal. De voorzet was ook een kopbal. Edmund zegt dat hij mij vrij zag staan, dus daar gaan we er maar vanuit, hè. Dat geloof je dan maar, 1, 2, 3. Hey Christian, je hebt natuurlijk al een hele carrière achter de rug. Hè? Je bent waarschijnlijk ook een balletje beginnen te trappen toen je 4 was, of niet? Ja, 5 jaar. Begonnen bij Rood-Wit in Putten. En heel klein clubje. Tot mijn 20ste gezeten, toen naar STC gegaan. 2 jaar gezeten, 3 jaar NSC. Nou, wat hebben we toen gehad? 2 jaar STVB. Nog weer een jaartje STC, NSC, DVS. Dat is een beetje de loop. Okay. Hey, en daar zijn waarschijnlijk de DVS-kijkers ook benieuwd naar. Wat doe je normaal voor werk? Nou, ik heb een klein bouwbedrijfje. Ik ben ZZP'er. Verbouwingen. Ik huur wat mensen in. En op die manier probeer ik het een beetje te verdienen. Goed zo. Hey, en sta je ook op de steiger of niet? Heel af en toe. Heel af en toe. Goed. Met is stijgerpijpen. Ja. Christian stijgerpijpen. maar goed, vooral ook interieur. Hè? Het binnenwerk. Hè? Daar zit je veel in, of niet? Ja, veel binnenwerk. Maar tegenwoordig gewoon eigenlijk complete verbouwingen. Ja. Maak maar gewoon reclame voor jezelf, hoor. Ja, nou ja, goed. Dat moet ik hierboven doen, hè, de businessclub eigenlijk. Ja. Hey, dit seizoen, we hebben het er al over gehad. Een verleden jaar natuurlijk euforisch, heerlijk, lekker meegevoetbald. Ongeveer alles. Ja, eigenlijk op de eerste wedstrijd na eigenlijk alles gespeeld. En dan heb je toch wel een hoop verwachtingen naar het nieuwe seizoen toe. Eigenlijk begin dit seizoen redelijk veel gespeeld. En toen raakte ik geblesseerd. Dat is voor mij ook nieuw. Ik ben in mijn hele carrière eigenlijk nooit geblesseerd geweest. Het is gewoon niks voor een bouwvakker. Nee, daarom. Ik zei altijd tegen iedereen dat het aanstellers waren. En toen kwam ik zelf aan de beurt. En in totaal denk ik wel een week of 13 bij elkaar eruit geweest. Dat is wel heel erg jammer, want je kan je dan ook niet bewijzen. Ja, net eigenlijk het seizoen dat het niet mag gebeuren, gebeurt het me. En ik wist van tevoren, ik moet alle zeilen bijzetten om heel belangrijk te zijn. En dan eigenlijk net op het moment dat het niet mag gebeuren, raak je geblesseerd. En nu word je gebruikt als pinchhitter? Ja, daar moet ik me op richten eigenlijk, ja.
En dat heb je goed gedaan. Want ik vond je tegen Katwijk al redelijk invallen. En ik dacht, de kamp komt er weer aan. Ja, inderdaad. Tegen Katwijk was ik eigenlijk net weer fit. En nu voel ik me een stuk beter. Ja, en dan hoop je ook gewoon, als je er dan in wordt gebracht, dat het dan ook kan kantelen. En zaterdag lukte dat wel aardig, ja. En is het natuurlijk ontzettend nadelig voor jou ook om in gesprek te gaan met de TC. Terwijl je zo'n flutseizoen hebt gedraaid door pech, hè, door blessures. Hoe ver is het daarmee met die gesprekken met de TC? Nou ja, laat ik het dan zo zeggen. De TC heeft het me niet erg aantrekkelijk gemaakt. Laat ik het zo zeggen. Yeah. Ja. Ja, vind ik toch jammer. Super naar mijn zin. Hier ook bij de club. Geweldig hoe het gaat. En ja, dan. Ze zitten toch op een ander type spits te wachten. Oh, zonde. Want je bent een geboren teamplayer. Ik ben wat dat betreft, dat steek ik niet onder stoelen of banken, Christian. In mijn commentaar ook heb ik het steeds over teamplayer. Ja, je zult toch met z'n allen moeten doen. Ja, nu goed kijken. De ene die kan wat beter voetballen. De andere die moet wat meer, wat harder werken. Meer energie erin stoppen. Inderdaad. Ja. Maar de clubs staan in een rij natuurlijk, Christian. Ja, inderdaad. Ik ben al wel een aantal keer benaderd. Maar ik heb toch eigenlijk nu wel voor ogen om eerst gewoon echt helemaal fit te worden. Wat ik nu ook eigenlijk wel ben. En gewoon echt op dit seizoen te richten. Ik wil gewoon heel goed afsluiten. En de rest zie ik wel. Ik rustig aan, laat ik het zo zeggen. Geen overhaaste beslissingen. Precies, we kunnen nog heel veel van je verwachten, Christian. Dus en de tv-kijkers ook. Denk ik wel, ja. Dat is wel de bedoeling, ja. Ja. Dat is helemaal top. Maar ik heb je ook al wel horen vertellen van, misschien na dit seizoen richt ik me ook wel gewoon op mijn bedrijfje wat meer. Ja, dat is in het begin van het seizoen wel eens door me heen gegaan. Maar ja, je merkt pas op het moment dat je geblesseerd bent, hoe leuk het spelletje eigenlijk nog is. Ik ben eigenlijk wel uit dat ik gewoon door wil gaan. Ik denk, ik ben normaal altijd fit. Ik denk dat je zo lang mogelijk moet blijven doen. Ja. Ik weet zeker dat er heel veel clubs op je zitten te wachten, Christian. Ja, dat zou maar zo kunnen. Sleep er een mooi contract uit, zou ik zo zeggen. Ja, inderdaad. Ja. We gaan het proberen. Ik wens je ontzettend veel succes dit seizoen verder. En ik hoop dat je nog heel veel van waarde kan zijn. En dat je de TC eigenlijk een beetje ongelijk geeft. Ja, daar gaan we voor. Zeker. Christian, oké, bedankt. Naast mij een van de uitblinkers van de afgelopen 2 weken, mag ik wel zeggen. Ik was er zelf niet bij, maar ik heb in ieder geval de samenvatting tegen Kozakken Boys gezien. Wow, dat was de laatste 10 minuten wel ontzettend spannend. En je was heel belangrijk. Paul Epping. Ja, dat was zeker spannend, ja. Met een paar goede reddingen, denk ik, dat ik ons in de wedstrijd hield. Maar we stonden ook wel goed compact, dus een compliment voor het hele team. Hartstikke mooi. Ja, wat ik zo prachtig vind, is dat je de laatste wedstrijden, heb ik het idee, dat je echt ook punten pakt voor de ploeg. Dat is wel de hoofdtaak van een keeper. Ja, zeker. Ja, ik voel ook het vertrouwen van iedereen. Van de supporters, van de trainer, van de spelers. Ja, en dat voelt gewoon goed. En je straalt het ook uit. Ja, ja. Ja, nee, gaat lekker. Dus ja. Ik voel me altijd heel, heel vertrouwd als er een bal voorkomt. En dan denk ik, die is altijd voor Paul. Ja, ik denk dat ik daar ook beter in geworden ben. In de hoge ballen goed te inschatten. En wat dacht je van de korte, felle reflexen, waarbij je ook nog een keer naar de grond toe moet? Ja, zeker. Dat is allemaal. Ik heb gewoon goede stappen gemaakt dit seizoen. Ja. Trainingswerk van Aartje Foppen. Ja, absoluut. Daar heeft hij groot aandeel in. Ja. Geweldig. Voel je fit? Ik voel me fit, ja. Af en toe een paar pijntjes, maar dat heeft iedereen wel, denk ik. Je gaat dit hele seizoen gewoon volmaken, hè? Of komt Daan er al aan? Nou, het ziet er naar uit dat ik dit seizoen ga volmaken. Dan is het maar afwachten of Daan fit is dit seizoen. En anders volgend seizoen. En dan is het afwachten. Is hij al met de echte keeperstraining weer bezig, Daan, of niet? Nee, hij is nog niet bezig met ons. Maar voor zichzelf wel
goed. Jij bent wel heel goed bezig. En het is ook leuk dat Laurens, ook Laurens Dekker, ook meegroeit in het niveau. Hè? Ja, absoluut. Die maakt ook hele grote stappen. Ja, en dat is mooi dat hij zich daar ook aan vast kan pakken. Ja. Ja. Lekker om dan met z'n tweeën zo die trainingen, die keeperstrainingen te beleven met elkaar zo. Ja, zeker. Nu met Dennis erbij hebben we ook een stukje ervaring erbij. En dat is ook goed. Ja. Ja. Zie je Dennis ook groeien? Ja, hij heeft natuurlijk al een stuk ervaring dat hij heeft, wat ik net zeg. Maar ja, dat zie je wel, ja. Wat heb jij zelf nou het idee? Dat DVS volgend jaar, volgend seizoen in die tweede divisie speelt? Of wat denk je? Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dat is toch wel waar je voor speelt eigenlijk. Het zal aan jou niet liggen, hè? Nee, nee. Is die hele spelersgroep er ook een beetje van overtuigd dat ze dat gaan redden? Nou ja, dat denk ik wel, ja. Dat zal toch wel moeten, ja. Dat is toch wel heel geweldig. Ik wens je er in ieder geval namens DVS TV en alle kijkers ook heel veel succes mee. Ja, dankjewel. Nog vele reddingen, Paul. Ja, dat zal wel goed komen. Bedankt. Ja, graag gedaan. Ja. Voor DVS TV zijn we nog niet in de gelegenheid geweest om Martijn Kuijs, de trainer van het tweede elftal van DVS, te feliciteren met het periodekampioenschap. Gefeliciteerd, Martijn. Ja, hartelijk dank. We zijn ook erg blij mee. Ja, en dat was notabene ook nog eens een keer tegen de buren, tegen de groenen. En dat moet wel een heerlijk gevoel zijn geweest na afloop. Ja, dat was fantastisch. We hadden wat goed te maken tegen VVG. We hebben dit seizoen één keer verloren maar. En dat was uitgerekend tegen VVG. Nou goed, in een derby doet het natuurlijk dubbel pijn. Dus we hadden wat recht te zetten. En we hebben een goede wedstrijd gespeeld. DVS of VVG is totaal niet aan te pas gekomen. Uiteindelijk scoren ze net voor tijd de 4-1. Maar we waren herenmeester en we hebben echt een goede wedstrijd gespeeld. Ja. En toen had ik in mijn hoofd altijd de periodekampioen. Die presteert de wedstrijd daarna, na die euforie. Altijd wat minder en verrekt. Het komt toch uit ook. Ja, daar heb je gelijk in. Ik was er ook bang voor is een groot woord. Maar Excelsior is gewoon een goede ploeg. Ze waren zaterdag compleet. En wij begonnen slecht. We stonden binnen een kwartier met 2-0 achter. Uiteindelijk komen we heel goed terug in de wedstrijd. Compliment voor de ploeg. Maar dan ga je de rust in met een 3-2 voorsprong. En in de eerste minuut na de rust letten we even niet op. En door een eigen toepunt wordt het 3-3. En daarna spelen we eigenlijk een beetje tegen onszelf, vind ik. We creëren wel kansen, maar die bal wilde niet in. En ook Excelsior had nog goede kansen. Dus over het heel genomen was het denk ik een gelijkspel wel terecht. Maar ja, goed, voor ons was dat puntverlies. Ja, maar voorlopig nog wel 2 punten voor op STVB. Ja, nou goed, we liggen op koers, hè, zoals het mooi heet. Nee, maar het gaat natuurlijk fantastisch. En we moeten ook niet denken dat we alles maar zo eventjes winnen. Want zo makkelijk is het niet. We moeten de keihard verknokken. En dat hebben we zaterdag ook gedaan. Nou, dat levert hem maar een punt op. Maar ja, we kunnen heel tevreden zijn. En het is nog 9 wedstrijden. En we gaan ervoor, hè. Ja, en je hebt ook nog te maken met spelers die natuurlijk een beetje revaliderend van de A-selectie bij jullie in tweede. Ik noem maar even Okan Sojkan. Begint hij er weer een beetje aan te komen? Ja, Okan heeft zaterdag de hele wedstrijd bij ons gespeeld. Nadat hij weer een ribblessure had opgelopen in de wedstrijd bij ons tegen SFB, geloof ik. En dat gaat ook steeds beter. Nou, Ronald Hoek doet af en toe mee, maakt zijn minuten. Dus het gaat de goede kant op. Hartstikke mooi. Aanstaande vrijdag vrij? Dit weekend zijn we vrij. Ja. We gaan eventjes genieten van de periode en eventjes allemaal tot rust komen. En dan volgende week weer vol goede moed tegenaan. Misschien wel een aantal jongens lekker aan het skiën. Ja, waaronder de trainer. Dus die gaat ook een weekendje weg. Heel erg goed. En daarna DZC thuis, hè? Ja, DZC. Dus dat is een lastige ploeg. Maar van de 9 wedstrijden die we spelen, wordt er eigenlijk geen één makkelijk. Dus we zullen elke wedstrijd vol voor moeten gaan. En we weten wat we willen, maar de weg is nog lang. Ik denk dat jullie over het algemeen de lastigste ploeg zijn voor alle andere ploegen. Nou, dat verwoord je mooi, want dat heb ik ook tegen mijn ploeg verteld. Precies, hartstikke mooi. Hey, succes verder deze competitie. Ja, graag gedaan.